De Amerikaanse scholieren Natalie Holloway verdween na een feestavond op Aruba. Joran van der Sloot werd hoofdverdachte in een zaak die internationaal zeer spraakmakend werd. A bombshell tonight. Straight out to Jean Casares, joining us from the field. Legal correspondent in session. Jean, what do we know? In 2008 gaf Joran een spectaculaire verklaring op de verborgen camera van Peter R. de Vries. Ik weet wat er daarna met het meisje is gebeurd. Wat is er gebeurd, toch? Wat is er gebeurd, Joran? Moord uit haar dood is ze, toch? Maar Natalie wordt niet gevonden. Joran niet vervolgd en voor de politie geldt de zaak nog steeds als onopgelost. We hadden geen lijk, geen lichaam, geen plaats delict, we hadden niks. Medialogica, een serie van Human VPRO over het verschil tussen beeld en werkelijkheid. Met nieuwe waarheden tot gevolg. Aruba, een eiland ter grootte van Texel in het Caribisch gebied en onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Hier verdween 8 jaar geleden de Amerikaanse scholiere Natalie Holloway op de laatste avond van haar schoolreis. Natalie Holloway went missing on the 30th of May in 2005. She came down on a school class visit. I don't remember exactly how many kids, but a bunch of kids from her graduating class. On the 29th of May, they went to the casino at the Holiday Inn where they were staying. They were in an all-inclusive package, which also included alcohol and all they could eat. And after a while, they had heard that the place to go was Carlos and Charlie's, where it's a lot of fun. Prior to going to Carlos and Charlie's, they had met Joran van der Sloot in the casino, at the casino table, and had invited him to come along. And he got to Carlos and Charlie's around midnight. Joran werd min of meer uitgenodigd om daar naartoe te komen en is daar s'avonds ook naartoe gegaan. Samen met 2 andere jongens, de broertjes Kalpoe, hebben daar vertoefd tot de sluitingstijd. En daarna zijn ze een eindje gaan rijden waarbij Natalie Holloway zichzelf uitnodigde en mee is gaan rijden. She got in the car, according to witnesses. She said, woohoo, Aruba, got in the car and they drove off. And this is where they came, right to this exact spot where we're sitting right now. According to him, they were here on the beach. She was going in and out of, kind of falling asleep. She was tired. He offered to bring her back to her hotel, which is just a few hundred yards up the beach. And she didn't want to go. She wanted to stay here and watch the stars. Ze vertelde allerlei lelijke dingen over haar familie, waaruit Joran afleidde. Ze wilde de volgende ochtend eigenlijk helemaal niet naar huis. Wilde ook op het strand blijven slapen. Dat wilde Joran niet. Die moest de volgende dag naar school. En die heeft haar een aantal malen, zegt hij, aangeboden om haar terug naar het hotel te wandelen. Dat wilde ze niet. En uiteindelijk heeft hij haar daar slapend achtergelaten en is hij naar zijn eigen woning gelopen. According to him, he just got up and walked away and walked home. Als de schoolklas van Natalie de volgende ochtend in het hotel verzamelt voor de terugvlucht naar Amerika, blijkt Natalie onvindbaar. Een van de leraren slaat alarm. Hij belt Natalie's moeder, die meteen een privévliegtuig regelt en naar de Arubaanse politie stapt. Ik weet nog dat er een vrouw bij het bureau kwam. Die kwam melding doen van de vermissing van haar dochter. En het bleek dat de avond daarvoor bij de strandpolitie daar een melding over binnen was gekomen. En dan was het redelijk gebruikelijk dat we de politie niet de eerste 24 uur reageerde. Want het kwam in bijna 100% van de gevallen voor dat ze 24 uur wegbleven met elkaar en dan weer terugkwamen. The police were telling you it's okay, this happens a lot. It frequently, you know, people are out having fun somewhere. Well, Natalie's parents were not going to accept this. They called the newspapers. They particularly called me. We stopped the press as we'd already finished the newspaper. We stopped the press. She brought us photographs of Natalie, and we ran the first missing story. De moeder van Natalie alarmeert ook de Amerikaanse media, die vervolgens het eiland overspoelen. En al vrij snel is toen ook de pers hier naartoe gekomen. En dat, dat was een waar mediaspectakel. And we go now to Aruba and the latest developments in the Natalie Holloway case. CBS News correspondent Kelly Kobiea is in the Aruban capital this morning. Kelly, good morning. Good morning, Jeff. It was absolutely crazy. At 1.56 days into the case, approximately 85 cameramen and journalists here and pushing and shoving and screaming, a lot of fighting. And it was a
a lot of stress for the prosecutor's office. Nou, het was volgens mij binnen een week of twee waren ze zo massaal dat zelfs auto's van cameraploegen met elkaar in botsing kwamen. Overal liepen ook journalisten zaken te onderzoeken. Dus het was volgens mij in die periode een komen en gaan van journalisten. Maar ik denk dat wij als organisatie absoluut niet capabel waren om zo'n hype aan te kunnen van communicatie. Heel Amerika rolde over ons heen en in een later stadium ook de Nederlandse pers en andere buitenlandse pers. Als Nederlandse militairen een week na de verdwijning van Nathalie bij de zoektocht worden betrokken, is er in ons land voor het eerst aandacht voor de zaak. Waarom is de ene verdwijning nieuws en de andere niet? Dat komt vaak door de reactie. Kijk, deze verdwijning was ook geen nieuws, totdat er meer aandacht kwam, bijvoorbeeld door de Amerikanen. En toen het leger ging meezoeken, dan is er blijkbaar iets aan de hand. Amerikaanse aandacht, die omvang die daarmee te maken heeft, die triggert wel iets meer. En het bleef natuurlijk binnen de grenzen van het Koninkrijk. Het is wel, laten we zeggen, een tot op zekere hoogte Nederlands verhaal. Een 17-jarige Nederlander is aangehouden in een vermissingszaak op Aruba. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de vermissing van een Amerikaanse scholier. Joran en de broers Kalpu worden pas na 9 dagen als verdachte aangehouden. In de voorkamers van de politie ontkennen ze vervolgens ook maar iets met haar verdwijning te maken te hebben. Waar het in het begin niet goed gegaan is, is dat de meest betrokkenen niet allemaal onmiddellijk zijn vastgezet. Dat daar onmiddellijk alle bevoegdheden die je hebt als OM en politie op zijn toegepast. En dat ze de kans gekregen hebben om verklaringen op elkaar af te stemmen. Ook met familie en juridische adviseurs te spreken. Dat heeft de zaak volgens mij al snel bemoeilijkt. Het bewijs tegen de verdachte komt niet rond en ze moeten worden vrijgelaten. Tot grote frustratie van de politie. Dat je niet in staat bent om een plaats delict te creëren. Dat je niet in staat bent 100% verdachten te creëren. Dat je gewoon de zaak niet oplost. Hè? Iedere politieagent wil een zaak oplossen. En ook ik wilde dat als verantwoordelijke van een heel team van 40 mensen. De Amerikaanse media reageren met ongeloof op de vrijlating van de verdachte. Er ontstaat toenemende kritiek op de politie en de media gaan eigen naspeuringen doen. Dat betekent dat de Amerikanen zelf veel onderzoek gedaan hebben, veel getuigen gevraagd hebben, getuigen ook dingen in de mond gelegd hebben. Ze hebben betaald voor getuigenverklaringen. Stonden ook op de politiebureaus, stonden bij het Openbaar Ministerie, stonden op plekken waar wat gebeurde. En gingen dan eigenlijk hun eigen onderzoek daar nog op laten volgen. En ze vonden het dan ook heel vervelend, en dat was het agressieve, dat dan een punt wat zij naar voren hadden gebracht niet snel genoeg onderzocht werd. Amerikaanse tv-zenders huren zelfs hoogwerkers om beelden te kunnen maken over de muren van het politiebureau. They were so desperate for this story and so that they needed to keep the story going. Amerikaanse media wisten nog jarenlang nieuwe dingen te vinden waarmee ze Nathalie weer tot breaking news konden maken. For example, if an American couple found some bones on the beach, for some reason they didn't have the confidence in the local police, so they were calling the American media. A jawbone, a human jawbone, a female human, a white female human, a young white female human jawbone has been found on the strip where Nathalie Holloway last stayed, the hotel strip there on the Aruban beaches. Ze hebben ook sporen op een gegeven moment, misschien wel zelfs gemanipuleerd. Kwamen ze ineens met bewijsmateriaal aandragen. Agressief ook in de zin van. Is daar een voorbeeld van? Ik begreep dat er zelfs een keer wat botten zijn gebracht, waarvan het lijkt alsof ze gewoon ergens anders vandaan gekomen zijn en dan ergens neergelegd zijn en dan gepresenteerd worden als botten afkomstig van het lichaam van Nathalie Holloway.
Twee jaar na de vermissing van Natalie raakt het politieonderzoek naar haar vermissing langzaam maar zeker op doodspoor. Er wordt daarom besloten een cold case team op de zaak te zetten. Joran wordt naar aanleiding van deze zogeheten case review opnieuw aangehouden. Waarom precies is er altijd onduidelijk gebleven. Maar Argos kwam onlangs in bezit van politiedossiers. Daaruit blijkt dat het cold case team aanwijzingen had dat Joran alcohol en drugs aan meisjes gaf om daarna seks met ze te kunnen hebben. Deepak en Satish Kalpoe zouden daarvan foto- en filmopnames hebben gemaakt. Uit mijn hoofd herinner ik me dat er nog eens gekeken is naar allerlei chatsessies die uit computers waren gehaald, waaruit je zou kunnen afleiden dat Joran nogal een schuinsmarcheerder was die door middel van drogering toeristen, meisjes naar het strand lokte om ze daar te misbruiken. Zoiets. Maar ik kan me ook herinneren dat voor zover daar weer sprake van was, het nooit Joran zelf was die aan die chatsessies deelnam, dat het meer mensen waren die over Joran praten. De nieuwe verdenkingen houden geen stand bij de rechtercommissaris, die beslist dat Joran opnieuw vrijkomt. Rond diezelfde tijd, medio 2007, meldt deze man zich bij de politie. De crimineel Patrick van der Eem. Hij is bevriend geraakt met Joran en denkt hem aan het praten te kunnen krijgen over Natalie. Een half jaar geleden ben ik toevallig in contact gekomen met Joran van der Sloot. In de periode die volgde heb ik zijn vertrouwen gewonnen. En ben zijn vriend geworden, denkt hij. Patrick van der Eem vraagt 3 ton voor zijn werk, maar de politie wil dat niet betalen. Dan stapt van der Eem naar Peter de Vries. Die besluit een verborgen cameraactie te doen om Joran aan het praten te krijgen. Op 10 januari 2008 maakt Patrick van der Eem zijn eerste autorit met Joran van der Sloot, die dan net uit Aruba terug is na 10 dagen vast te hebben gezeten en te zijn verhoord door de recherche. Ze zijn gek, Patrick. Maar ik zat alleen te lachen, hè? Ik heb geen konjo gezegd, Patrick. Geen konjo. Joran vertelt na enige aandringen wat er met Natalie zou zijn gebeurd. Wat is er met haar gebeurd, man? What the fuck is er met haar gebeurd? Joran, luister, ik kom uit Aruba, ik ken het strand. Ik zeg het je eerlijk. Ik weet wat er met dat meisje is gebeurd. Wat is er gebeurd, hoor? Wat is er gebeurd, Joran? Moord ooit, hij dood is er, toch? Tuurlijk, ja, het is maar. Ze wordt nooit meer. Nee. Wat ze hebben in de zee gedaan? Ja, alleen? Het verhaal van Joran lijkt op het eerste gezicht spectaculair en waarheidsgetrouw. Na 4 opnamedagen belt Peter de Vries dan ook het Openbaar Ministerie op Aruba. En zegt dat Joran een volledige bekentenis heeft afgelegd. De hoofdofficier van justitie noteert in het procesverbaal. De vraag van Peter R. de Vries was of het OM interesse had in het materiaal. In dat geval zou een afstemming gemaakt moeten worden tussen het eventuele handelen van het OM en het publicitaire belang van de Vries en zijn programma. Die toezegging is door mij gedaan. Ze zegt niks. De Vries overhandigt 2 weken voor de uitzending ongemonteerde, ruwe beelden van de autoritten aan justitie. Wij hebben het materiaal hadden we van tevoren al gekregen. We hebben er 2 weken lang naar kunnen kijken. En we hebben ook alvast onderzoek laten plaatsvinden. We hebben een tap of meerdere taps gezet op de personen waar het allemaal zou gaan. Naar aanleiding van de beelden opent justitie 5 dagen voor de uitzending opnieuw een gerechtelijk vooronderzoek tegen Joran. Ik kan me voorstellen dat justitie even de tijd nodig heeft om informatie te checken, dus ook dat beeld. Maar ik hou niet zo van hand- en spandiensten tussen journalisten en opsporingsambtenaren. Ik vind dat die beide hun eigen werkelijkheid hebben en dat ze niet te veel met elkaar in contact moeten zijn. En zeker niet van die hand- en spandiensten voor elkaar moeten verrichten. Over het algemeen, als justitie om beelden vraagt bij journalisten, dan weigeren journalisten die af te geven. Dat is een beetje de regel in de journalistiek. Ja. De Vries die kwam ze 2 weken voor de uitzending zelf aanbieden. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, misschien is Peter de Vries toch minder een journalist dan hij zelf voorgeeft. Spectaculaire doorbraak in vermissingszaak Natalie Holloway. Peter R. de Vries lost verdwijning op met verborgen camera. 3 dagen voor zijn uitzending maakt de Vries het nieuws bekend. Het nieuws is dat wij de zaak van Natalie Holloway hebben opgelost. Een eind maken aan het mysterie van de verdwijning.
De moeder van Natalie is op dit moment bij mij op mijn kantoor. Die heb ik vanmorgen van Schiphol gehaald. Hoe heeft ze gereageerd? Ja, heel emotioneel. Ja. Emotioneel, maar ook opgelucht? Ook heel opgelucht, ja. Ja. Voor haar komt er echt een einde aan de affaire. Ja, ja, dat is een cliffhanger vooraf. Hè? Als je maar heel vaak meedeelt dat je de zaak Natalie Holloway hebt opgelost en dat daar aanstaande zondag een uitzending van is, dan weet je gegarandeerd zeker dat er heel veel mensen aan de buis zullen zitten. En dat was ook het geval. Amerikaanse en Nederlandse media nemen het nieuws massaal over. Goedenavond. Het Openbaar Ministerie op Aruba heeft het onderzoek naar Joran van der Sloot en zijn rol in de verdwijning van de Amerikaanse Natalie Holloway officieel heropend. Initially the reaction was very positive here on Aruba that the case was solved. It was very positive in the United States that the case was solved. Very sad for many, many people to finally know what had happened to Natalie Holloway. But in the same time, there's a sense of relief of knowing. Twee dagen voor de uitzending ontstaat er enige twijfel als Joran in een telefonisch interview zegt dat hij het hele verhaal verzonnen heeft. Wat heb je verteld? Ja, iedereen ziet het zondag wel. Ja. Maar het is echt niet, het is ook makkelijk te bewijzen dat wat ik heb verteld niet waar is. Dus eigenlijk wordt er een heleboel bewijzen over niks gemaakt. En dat is eigenlijk wel heel jammer, want dat ze hier een moeder en zo naartoe hebben gevlogen en dat dan allemaal verteld. Maar we zien het wel. Het is dan toch ongelooflijk dom om dan juist dit te zeggen als het niet waar is. Oh, het is zo dom, het is zo dom. Andere journalisten kregen de uitzending van De Vries niet van tevoren te zien en konden dus zelf zijn beweringen niet checken. Toch werd zijn nieuws door de meeste media overgenomen. Het NOS 8 uur journaal opende er 3 dagen de uitzending mee. Nog voordat de reportage van De Vries was uitgezonden. Het 8 uur journaal is 3 achtereenvolgende dagen begonnen met de onthulling van De Vries, zonder die te hebben gezien. Wat vindt u daarvan? Nou, in de eerste plaats vond ik, maar daar heb ik al over geschreven in mijn eigen boek, dat we dat met terugwerkende kracht niet zo uitbundig hadden moeten doen. Ik kan me voorstellen dat 1 keer openen erop en het daarna misschien nog klein houden, dat voldoende was geweest. Maar er ontstond inderdaad een soort euforie in de samenleving van, we weten het nu. Het was inmiddels een spannend verhaal geworden. Maar ik denk dat je, als je terugkijkt, moet je zeggen, ja, je moet ieder materiaal willen zien dat relevant is waarover je bericht. Dus dat hadden we dan moeten zien. Op de avond van de uitzending zijn 7,5 miljoen mensen aan de buis gekluisterd. In 1 keer, Patrick. Trillen? Ja, man, in 1 keer. En ik zo, kom in, joh, wat is dit allemaal, weet je? Wat heb je toen gedaan dan? Ja, dus ik bij haar blijf. Ik zo even gaat en er was niemand daar, Patrick. Het is ongelooflijk. Natuurlijk is er niet. Het is 's nachts, Joran. Daags na de uitzending neemt opnieuw de twijfel toe over de bekentenis van Joran. Want wie was die man die hem 's nachts zou hebben geholpen bij het dumpen van Natalie's lichaam op zee? Maar hoe heet hij dan? Dowie. Dowie wat? Evans. Dowie, dit is een Nederlandse jongen. Nee, ja, half Nederlands, half Arubaans. Half Arubaans, Nederlandse moeder of zo. Ja, Nederlandse moeder, Arubaans. Dat was vader. In het materiaal dat De Vries heeft opgenomen en dat u dus ook 2 weken voor de uitzending al in uw bezit had, zegt hij, ik heb ene Dowie Davis gebeld. Komt die naam voor op Aruba? Is ons niet bekend. Komt niet voor? Nee. De man met de naam Dowie Davis wordt op Aruba niet gevonden. Er blijkt wel een jeugdvriend van Joran te zijn die Dowie Rodriguez heet. Maar die was niet op Aruba in de bewuste nacht. Wat ik begrepen heb van het onderzoeksteam is dat de Dowie waar het om zou gaan, op dat moment niet in Aruba was. Ja, dat is helemaal niet waar. Hij heeft gewoon zomaar mijn naam gezegd in iets die ik niet eens op het eiland was op die moment. Dus dat klopt helemaal niet. Waar was je op dat moment? Ik was op dat moment in Nederland, in Rotterdam. Wat deed je? Sorry? Wat deed je daar? Ja, ik ging naar school en op die tijd was ik aan het werk. Patrick van der Eem heeft tijdens de opname in de auto nog wel pogingen gedaan om een ontmoeting met Dowie te regelen. Maar Dowie was volgens Joran onbereikbaar. Peter de Vries vroeg daarna aan justitie om de kwestie uit te zoeken. Maar het resultaat van dat onderzoek wacht hij vervolgens niet af.
Ik weet wel dat er contacten zijn geweest met Peter R. de Vries en dat men geprobeerd heeft de uitzending wat uitstellen. Om te zorgen dat het onderzoek hier volledig gedaan kon worden. Uiteindelijk is de uitzending toen toch doorgegaan, ondanks de wens van het Openbaar Ministerie hier. De Vries zond zijn reportage dus uit, wetende dat Dauri niet was gevonden en het verhaal niet was gecheckt. Hij legde het verzoek om de uitzending uit te stellen naast zich neer. Hij had hem natuurlijk al breed aangekondigd, kreeg een enorm podium. En ik denk dat hij ervoor gekozen heeft om de uitzending om die reden gewoon door te laten gaan. Het verhaal van Joran bevatte meer feiten die aantoonbaar onjuist waren. Zo verklaarde hij naar Dauri te hebben gebeld met een betaaltelefoon bij het Marriott Hotel. Maar waar sprak je met hem? Ik sprak met hem op de telefoon, van de betaaltelefoon. Daar van waar dan? Van het Marriott Hotel. Maar waar zit dat kabinet dan? In de lobby? Nee, dat zit net buiten bij zwembad. Peter de Vries zoekt op Aruba de telefoon en vindt die inderdaad op het strand. Met deze telefoon heeft hij het cruciale gesprek gevoerd dat de politie nooit heeft getraceerd. We hebben zelf inmiddels vastgesteld dat het hier 's nachts om 3 uur pikdonker en verlaten is en dat niemand je dan opmerkt. Wij zochten op Aruba ook naar de blauwe telefooncel. Maar bij het Marriott Hotel blijkt die weg te zijn gehaald. Exact hetzelfde toestel staat nog wel bij het ernaast gelegen Holiday Inn. Op het toestel staat Collect and Credit Card Calls, USA Canada International. Right after airing the show, we journalists and together with the police were here at the Marriott looking at the phones. You cannot make a local call with those phones. So it's absolutely impossible and the phone records were investigated by the local authorities. Er is informatie over het hele telefoonverkeer. En daar zat niet een telefoontje bij die we op die manier konden terugbrengen. Samenvattend, het telefoontje naar deze Dauri kan nooit gepleegd zijn, want u hebt alle telefoonverkeer in kaart gebracht en daar zat zo'n telefoontje niet bij. Klopt, ja. Met andere woorden, Joran heeft Dauri helemaal niet kunnen bellen op het eiland. Want je kon alleen maar internationaal bellen en dat stond er echt met hele grote letters op. Hoe kan de Vries dat gemist hebben? Zal hij niet gemist hebben? Maar dan suggereert u dat het bewuste misleiding van het publiek was? Ik stel alleen maar vast dat u als publiek het gemist moet hebben door de wijze waarop het opgenomen is. Maar hij kan dat niet gemist hebben. Uiteindelijk maakt justitie op Aruba 3 dagen na de uitzending van de Vries bekend dat de zaak Holloway wat hun betreft niet is opgelost en dat het verhaal van Joran geen bekentenis was. The local authorities told Mr. De Vries that Joran was not going to be arrested. That in the investigation that they did into the tape that was turned in, that none of what Joran had said was true. That Joran had already proven many times over that he has lied about what had happened and what had transpired that night. And the judge here in Aruba had no intention of rearresting him for his wild new tale. Ik denk dat ik er zo tegenaan kijk dat datgene wat hij daar gezegd heeft gewoon niet klopt. Ja, hoe moet ik het nou netjes zeggen? Volgens mij is Peter R. de Vries gewoon bij de neus genomen. Alweer door Joran, de zoveelste leugen? Ja, volgens mij wel. In het politiedossier waarover Argos beschikt, vinden we ook de ruwe, ongemonteerde beelden die de Vries maakte van Joran tijdens de autoritten, waaronder opnamen die niet zijn uitgezonden. Ze werden door de Vries zelf aan de politie aangeboden en zijn door de recherche op een dvd gezet met de codenaam Congoer. We vinden enkele opmerkelijke fragmenten, zoals deze waarin Joran zegt veel geld te kunnen verdienen met interviews die de media van hem vragen. Kijk, als iemand naar me komt, ik geef je voor $100.000 voor een kankerlang interview. Oké, misschien denk ik er dan wel over na. Maar ja, ik ga niks meer... Maar wat wil je ermee bereiken? $100.000. Drie kwartier later vertelt Patrick dat hij ruim een ton gaat verdienen met een wietplantage. Ja, volgende week, woensdag, gaat de eerste 2000 planten geknipt worden. Ja. Knippen, ik droog niet, ik vuil zak, breed zo weg, joh. Het is ongeveer een 30 kilo, 33, 34 kilo, denk ik. Wat dan, mevrouw?
hebben dan. En nu is het bijna 4 euro, hè, per gram. 5 minuten later doet Patrick het voorstel om samen met Joran gebruik te maken van zijn bekendheid. En er zijn ook zoveel mensen. Nee, maar dat zijn heel veel naïeve mensen, weet je. En daar gaan wij gebruik van maken, weet je. Met een combinatie van de kennis die ik heb en de geiligheid die mensen op jou hebben, gaan we ze zo hard naaien. En weer een paar minuten later zegt Patrick dat hij Joran een salaris gaat geven. Ik heb een geweldig lopend bedrijf. En ik besteed daar mijn aandacht aan het nog beter gaan. En over 2 jaar verdien ik ongeveer 4-5 ton schoon in het jaar. Ik heb alles nu. Ik zit op de loonlijst, 100.000 euro. Voor alle duidelijkheid, er zijn geen aanwijzingen dat Joran betaald is voor het verhaal over Natalie in de auto. Maar het roept wel de vraag op of Joran door het vooruitzicht op een fors salaris is beïnvloed bij het afleggen van zijn valse bekentenis. Ik ga ervan uit dat Patrick van der Eem vervolgens, hè, want die zijn, uiteindelijk hebben ze dat op het onderwerp Natalie gebracht, iets wilde horen dat Joran heel goed beseft heeft van ik moet aan Patrick van der Eem vertellen dat het allemaal gelogen is wat ik zei, hè, van het meisje achtergelaten, naar huis gelopen. Maar ik moet dat meer kracht bijzetten door aan te geven dat ik ook wel weet dat ze overleden is. Nou ja, goed, hè, het verhaal komt er dan uit en dat is uitgezonden. Waarschijnlijk in een poging om, althans zo vertelt Joran mij dat, om in het gevlei te komen bij Patrick van der Eem en die, u zegt 2 ton, ik herinner me dat niet, maar op te strijken. Patrick van der Eem had in elk geval een groot financieel belang bij het verhaal. In zijn boek zegt hij dat Peter de Vries hem vooraf de helft van de rechten beloofde bij verkoop van de uitzending. Tonight on a special edition of 2020, Natalie Holloway, Joran van der Sloot. De reportage wordt uiteindelijk aan de Amerikaanse zender ABC verkocht voor $830.000, schrijft Van der Eem. Hij zou er zelf dus ruim $400.000 aan hebben verdiend. Dat maakt het allemaal nog wat dubieuzer, het maken van dat programma. Ik kan me voorstellen dat hier en daar wel eens wat geprobeerd wordt door Peter de Vries met geld of met andere middelen. Ik vind het redelijk uitbundige bedragen. Joran vertelde de afgelopen jaren meerdere malen voor geld een verhaal. Zo vertelt hij voor $25.000 aan de Amerikaanse zender Fox dat hij Natalie aan een mensenhandelaar heeft verkocht. He was interested in me bringing him a blonde girl. Where did you meet this guy? In the casinos in Aruba. What's his name? Elger. And yeah, but I don't even know if it's his real name. Na de uitzending geeft Joran toe dit verhaal verzonnen te hebben. Een jaar later betaalt showbizfiguur Terror Jaap hem, naar eigen zeggen, tienduizenden euro's, waarna Joran vertelt dat hij Natalie in dit moeras heeft begraven nadat ze van het balkon is gevallen van dit huis. En op het moment dat ik haar beetpakte, viel ze op het balkon. Had ik het echt niet geweten. Hoe hoog was het balkon? Ja, 2,5 verdieping. Om te zien of zijn verhaal een kern van waarheid bevat, moet ook dit door justitie weer uitgebreid worden onderzocht. Dan blijkt toch dat op een groot aantal belangrijke punten zijn verklaring niet klopt. Dus ook dan zou die misschien wel eens een keer weer heel dicht bij de waarheid geweest kunnen zijn. Maar we hebben dat niet kunnen vaststellen. People were offering him money to do these interviews. So, for example, whether they were American journalists or Dutch journalists, he was paid to give these interviews. And he had nothing to say because in reality, they didn't want to hear what he was still calling the truth. He left her here on the beach, he walked away, he got a ride. That's his story. In reality, they wanted a different story, so they were paying him for wild stories. Het leek in een bepaalde periode alleen maar over geld te gaan, over programma's die geld opbrachten. Zo'n gevoel kreeg ik. Dacht ik van, het is zo'n hype geworden dat ik het gevoel heb van, waar gaat het nog om? Joran wist de aandacht van de media jarenlang vast te houden en telkens moest de politie zijn verhalen weer onderzoeken. De focus in de zaak Holloway bleef altijd op Joran. Hebben de media een tunnelvisie gehad op Joran van der Sloot? Absoluut. Absoluut. Op het moment dat de focus gericht was op Joran en Joran kennelijk niet in staat was om die focus weg te nemen, hè, door toch maar steeds wisselende verklaringen af te leggen.
denk ik dat je ook bij de media... Goed, dat was toch het beeld wat we allemaal moesten krijgen. Joran is schuldig, alleen we kunnen hem niet pakken. Hij is ons te slim af. En dat is een beeld wat continu bevestigd werd en herbevestigd werd in de media. Uit het politiedossier blijkt dat er wel degelijk alternatieve scenario's zijn over wat er die nacht op Aruba kan zijn gebeurd. Maar dat die oppervlakkig en slecht zijn uitgezocht door de recherche. In hoeverre is er bij politie en OM op Aruba tunnelvisie geweest op Joran van der Sloot? Nou, ik denk dat dat op zich wel, wat u aansnijdt, ook wel een punt is. Ik denk dat het misschien ook wel een consequentie is van het feit dat er een heel erg media-gestuurd onderzoek geweest is. En dat daardoor... En we te maken hebben met iemand die ook steeds nieuwe verklaringen aflegt. Joran van der Sloot. Betekent dat de capaciteit van de politie en de focus van de politie en van het OM heel erg geweest is op Joran van der Sloot. En misschien daardoor wel enigszins ten koste van eventuele andere scenario's. Het is inmiddels 8 jaar geleden dat Natalie op Aruba verdween. Het is maar zeer de vraag of de zaak ooit nog wordt opgelost. Ook al beweert Peter de Vries op zijn website nog steeds dat te hebben gedaan. We hebben Peter R. de Vries uiteraard gevraagd om te reageren op deze uitzending. Hij wilde dat alleen doen wanneer hij ons programma van tevoren mocht zien en er niet in zijn reactie zou worden geknipt. Argos is daarmee bij wijze van uitzondering akkoord gegaan. Ik loop. Waarom staat er nog steeds op uw website dat u de zaak Holloway hebt opgelost? Nou, het is niet zozeer mijn website. Ik ben al lang gestopt bij Endemol en SBS een jaar lang. En ik heb niets meer met die website te maken. En kennelijk staat die er nog steeds, dat weet ik niet. Vindt u nog steeds dat u de zaak hebt opgelost? Nou, de zaak is in die zin opgelost dat Joran van der Sloot tot onze uitzending altijd pertinent heeft ontkend dat hij iets met de verdwijning te maken had. Dat hij daar niks van wist en hij heeft zich ook in alle verhoren op zijn zwijgrecht beroepen. Daar was hij ook uitermate trots op. En bij ons in de uitzending heeft hij voor het eerst toegegeven dat hij alles met de verdwijning van Natalie te maken heeft. Sterker nog, dat ze in zijn armen is overleden. Hij heeft dat heel beeldend nagedaan hoe dat is gebeurd. En dat hij haar vervolgens in zee heeft gedumpt. In die zin vind ik nog steeds dat de zaak is opgelost, ja. Hoe kan een zaak opgelost zijn als er cruciale feiten in Jorans verklaring niet blijken te kloppen? Nou, die cruciale feiten vind ik wel meevallen die ik in uw reportage even heb gezien. Er wordt wel eens van SBS gezegd dat we selectief, kort door de bocht en tendentieus zijn. Maar ik moet u zeggen dat de VPRO er ook wat van kan, hoor. De manier waarop dit in elkaar is geplakt... Ja, dat is bijna te veel om op te reageren. Dauri is niet gevonden. De andere Dauri had een alibi. Met de telefoon is niet gebeld. Hoe is het dan gegaan? Nou, we weten niet of hoe dat met de telefoon zit. Dat weten we wel, dus inmiddels uitgezocht. Nee, want er is altijd tegen ons gezegd dat die telefoongegevens niet meer bestonden. Wij hebben daar een navraag naar gedaan. Nou, u hebt de hoofdofficier horen zeggen dat ze inmiddels gevonden zijn en dat er niet met die telefooncel gebeld is. Ja, die hoofdofficier die u aan het woord laat, die was helemaal niet op het eiland ten tijde van het onderzoek. Die is pas jaren later daar gekomen. En de andere hoofdofficier die er wel zat, die het onderzoek heeft gedraaid, daar hebben wij contact mee gehad. En dat is ook de man die... De hoofdofficier die het onderzoek leidde, die onze informatie buitengewoon belangrijk vond en zelfs letterlijk heeft gezegd dat dat de slagroom op de taart was. Dat zijn uitlatingen die ik in uw reportage niet terugvind. Ja, dat heeft hij inderdaad vooraf gezegd. We hebben hem nog gebeld voor dit programma en hij heeft mij telefonisch medegedeeld dat hij van mening is dat u de zaak niet heeft opgelost. Ja, nou ja, goed, dat ieder mag ervan denken wat hij wil. Het is natuurlijk zo dat er geen stoffelijk overschot is gevonden. En als dat je definitie is van een zaak oplossen, ja, dan is die niet opgelost. Maar we kennen meer misdrijven in Nederland en in de wereld waarbij het stoffelijk overschot letterlijk niet boven water komt en die men toch als opgelost beschouwt. Volgens mij is een zaak opgelost wanneer een verdachte is veroordeeld. Nou, dat is uw definitie ervan. Ik zeg dat ik het mysterie heb opgelost. En Joran heeft heel duidelijk aangegeven wat er is gebeurd. En wat ik in uw reportage bijvoorbeeld ook helemaal niet terug heb gezien, is dat
alle banden, alle bekentenissen van Joran, dat zijn er 5 geweest, dat die zijn wetenschappelijk forensisch zijn onderzocht door bijvoorbeeld Peter van Koppen en nog een aantal prominente rechtspsychologen. En die ook hebben vastgesteld dat die verklaringen in samenhang buitengewoon geloofwaardig en consistent en betrouwbaar zijn. Maar dat is, heb ik niets van gehoord. Van meerdere verklaringen van Joran heeft in totaal 8 versies gegeven van wat er die nacht is gebeurd. En van meerdere verklaringen is kort daarna gezegd, ja, het zou kunnen zijn. Ik heb het over de bekentenissen die hij bij ons in de auto heeft afgelegd. Ik heb het niet over andere verhalen die hij daarna heeft afgelegd. En waarvan inderdaad van alles op is aan te merken. Maar de verklaringen die hij bij ons heeft afgelegd zijn wetenschappelijk onderzocht. Dat waren ook verklaringen waarvan hij niet wist dat ze werden opgenomen. Dat is een belangrijk gegeven. Daarna heeft hij natuurlijk de urgentie gevoeld, hier moet ik een slinger aan geven. En toen is hij aan de lopende band in andere media, soms tegen betaling, kletskoekverhalen gaan ophangen. Maar de bekentenissen bij ons in de auto zijn helemaal woord voor woord door 4 prominente forensische wetenschappers onderzocht. En daar hoor ik helemaal niets van bij u. Waarom heeft u de verklaring van Joran uitgezonden zonder dat u van tevoren 100% had gecheckt en wachtte u ook niet tot justitie dat had gedaan? Wij hebben justitie inderdaad 2 weken de tijd gegeven. En op een gegeven moment moet je een tijdstip van een uitzending vaststellen. Dat is nou eenmaal een wet in Hilversum. Daar heeft u zelf ook mee te maken. En daar konden wij niet langer omheen. Op een gegeven moment centje uit. Zo werkt dat. Waarom? En dat heeft dus ook met die journalistieke onafhankelijkheid te maken. Hè, waar Hans LaRouche dan aan de ene kant kritiek op heeft. En op het andere moment, als je dan zelfstandig beslist dat je uitzendt, omdat je niet eeuwig kan blijven wachten, is het ook weer niet goed. Maar toen zond u het uit zonder dat u het gecheckt had? Wij hebben dingen geprobeerd te checken, maar soms is het niet altijd mogelijk om iets te checken. Wij hebben bovendien ook wel, maar dat zie ik ook niet terug in uw uitzending, bij sommige dingen voorbehouden gemaakt en gezegd het is goed mogelijk dat Joran hier iemand anders probeert te beschermen. Op een gegeven moment heeft Patrick van de Eem ook behoorlijk aangedrongen, waarop wij wel merkten dat Joran wat argwanend werd. Nou, dat zijn allemaal dingen waar wij ook nuances bij hebben geplaatst. Laatste vraag. Leidt u aan tunnelvisie op Joran van der Sloot? Niets menselijks is mij vreemd. Ik zal ongetwijfeld in allerlei onderzoeken ook last van tunnelvisie hebben, zoals politie, justitie en mijn collega's journalisten dat ook hebben. Absoluut. Luister zaterdag naar Argos op Radio 1 om 11:45.